Ja. Goedemorgen. Dag 3. Mijn katten. Ja. En dan gaan we het maar eens proberen met wat ik nooit doe. Een beetje te zien. Dit gaan we maar eens naar binnen werken. Nou, daar gaan we dan. Aan het eind van de maand vind ik het lekker. Echt. Straks ga ik hula hoepen. Ik word fit. Dag 3 van mijn strijd tegen de kilo's. En voedsel is belangrijk, maar bewegen natuurlijk ook. En vandaag ga ik hula hoepen. Althans, Lies Fris gaat mij proberen dat te leren. Lies, want wat ga je allemaal doen met ons vandaag? Nou ja, we gaan als eerste warm-up doen natuurlijk. Ja, warming up? Ja, een warming-upje. Ja. En daarna gaan we de heupen een beetje losmaken. Ja, ja. En daarna ga ik jullie de beginselen, de basis leren. Ja. En als het allemaal heel goed lukt, dan ga ik jullie ook nog wat tips en trucs geven. Dat als je, Chantal die heeft er thuis eentje. Ja. Dus die kan dan thuis verder daarmee aan de slag. Oh, maar Chantal die kan het al heel goed. Nou, ik heb net gehoord dat zij dat ding 1 middag heeft gebruikt. En ik weet dat ze ongeveer al 2 jaar, anderhalf jaar heeft. Maar dat is al meer dan ik. Want ik heb nog nooit een hula hoop sinds 24 jaar van dichtbij gezien. Nee? Dus nee, ik dat vind ze. Ja, daarnet eventjes, maar dat viel reuze tegen. Je gaat het toch niet in brand steken, dat ik er doorheen moet springen of zo? Nee, dat kan wel, maar dat moet niet. Nee, dat is cursus 2, is dat? Ja, oké, wat is er zo goed lichamelijk aan hula hoepen? Nou, je beweegt met je hele lijf eigenlijk. Ja. En het is een hele laagdrempelige manier van in beweging zijn en sporten. Ja. Hè, want je hebt dat ding, dat neemt ten eerste niet veel ruimte in beslag. Mm-hmm. En ten tweede, je hebt hem gewoon thuis. Dus je kan op ieder moment van de dag, als je denkt, nou, ik heb even 10 minuutjes. Dan kun je even gaan hula hoepen. En je wordt er heel blij van. Heb je nou al geoefend? Want ik heb begrepen dat je een hula hoop hebt. Ja, heb ik ja. Kan je het? Nee, ik heb 2 jaar lang niks mee gedaan. Dus die 4 kilo van beide, gaan we lukken. Ik heb er alle vertrouwen in. Dankjewel. Ik ga me omkleden.